In onze zoektocht naar mensen met werkelijk interessante beroepen komen we vandaag bij Siegfried Vervoort. En dat is een kanaalzwemmer. Dag meneer Vervoort. Bert, welkom. Het is wel een klein misverstandje. Ik ben Wilfried Vervoort. Je hebt het over mijn broer. Ik ben een sportarts. Wilfried Vervoort, een sportarts. Ja. Waar bent u nu mee bezig? Wel, een heel interessant project eigenlijk. Dus de psychologische en medische begeleiding van een duivenhuis. Een sportduiven. Dat bestaat uit twee grote delen. Dus prenataal is dat niet meer dan een bewakingsopdracht eigenlijk. Want zo'n ei, dat is gemakkelijk 15 miljoen waard. Vermits daar een toekomstige Pele of Eddy Merckx op duivengebied dat wel kan zitten. Postnataal, hè, dat is een ander met de andere jonge duifjes, bouwen wij aan een groepssfeer van waaruit dan een dynamiek kan ontstaan naar de mentaliteit toe. Zodanig dat ze geen dwaze dingen gaan doen als bijvoorbeeld de katten in de buurt een beetje gaan uitdagen, want er komen vodden van mij. Ja. Of als ze een keer vrouw worden gelost, dat ze niet zeggen, het is hier schoon weer. Dat is hier misschien wel tof, maar blijven hier een paar dagen hangen. Nee, gewoon recht naar huis, dat ze dat kunnen opbrengen. Dat ze leren, Bart, dat de boog weliswaar niet altijd gespannen moet staan, maar dat er een moment is om zich te geven dat de ontspanning later komt. Hoe komt het eigenlijk dat van die duivenkampioenen dat kunnen? De weg terugvinden naar huis van Barcelona of Kievre? Ja, er zijn drie belangrijke theorieën. Ja? De eerste theorie zegt dat die duiven die worden voornamelijk gelost ofwel in Barcelona, ofwel in Tours, ofwel in Kievre. Het ligt op één lijn. Als je nu een andere lijn trekt over drie plaatsen waar nooit duiven worden gelost. Bijvoorbeeld Abu Simbel in Egypte, van de beroemde tempel. Het Vaticaan, we trekken dat door, dat komen we uit in Stonehenge. Dat kruispunt, Bart, dat snijpunt. Ziet je het? Nee, ik zie het. De A12, die zie ik, ja. Amerikaans theater. Ja? Dat snijpunt ligt boven de koninklijke crypte in Laken. Boven de tombe van koning Boudewijn. Het zou dus kunnen zijn dat het ware geheim van Laken is dat koning Boudewijn wist waarom dat die duiven feilloos naar huis kunnen vliegen. Een tweede theorie zegt dat als die duiven naar huis vliegen en dat ze de weg niet meer weten, dat ze het gewoon aan iemand vragen. Ja. Je hebt er uw twijfels over. Ik zou het niet weten, ja. Dat heb ik er uw twijfels over. En een derde theorie, die is ook wetenschappelijk bewezen, die zegt dat als je bijvoorbeeld in Kievra een zeepaardje lost, voor mij een paar 10.000, of zelfs een kip, of een zebra, of het is eerder maar. Die beesten geraken niet thuis. Maar hoe komt het dan dat die duiven wel lukt? Dat is een hele goede vraag, Bert. Omdat een duif, dat is eigenlijk heimwee met vleugeltjes. Wel bedankt, meneer Vervoort.